vriendjestraining. Wat houdt dat in? Nou, het is vooral een leuke middag om voor de kinderen om lekker bij elkaar te zijn, lekker te bewegen, lekker te sporten. En we hebben onze jeugdleden uitgenodigd om zoveel mogelijk vriendjes mee te nemen. En leuk, ja, leuk samen te zijn. Dat betekent dus dat er heel wat kinderen hier vanmiddag in de sporthal zijn die wellicht voor het eerst kennis maken met de korfbalsport. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hè. We willen graag kinderen de kennis laten maken, maar ook vooral ze plezier samen laten hebben. En dat is waarom we dit doen. Hoe groot is de jeugdafdeling van Achilles? We hebben ongeveer 80 jeugdleden, 80 tot 90. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar eigenlijk in elke leeftijdscategorie hebben we wel teams. Dus iets van 90 kinderen. En je hoopt na deze middag op meer? Tuurlijk, het mag altijd meer. Hè. Ja, dit soort dingen doe je ook, hè, om bekend te zijn en om leden te werven. Dus zeker als het lukt, dan zou dat mooi zijn. Je begint eigenlijk met de allerjongste jeugd, dat is van 3 tot 6, dat zijn de kangeroes. Dat is echt om kennis te maken en om spelende wijze met sport bezig te zijn. En dan vanaf een jaar of 6 heb je de welpen. Dan heb je de pupillen, zeg maar de E- en de D-pupillen. En dan begint het eigenlijk de aspiranten, junioren. Dat zijn de verschillende categorieën. Ik neem aan, als je het over de kangeroes hebt, dat zijn dus de jongste kinderen, dat die nog niet met een bal door een korf gooien. Nou, jawel, dat kan wel. Alleen dan niet op zo'n hoge korf. Hè. Dus daar hebben we materialen voor. Dan is het of de korf heel groot of veel lager. Dus die moeten dat ook ervaren. Het plezier van het scoren natuurlijk. Doorstroming van de jeugd naar de senioren. En dan bedoel ik doorstroming naar het eerste team. Ja, daar doe je natuurlijk voor. Je wil graag goede jeugdopleiding hebben, dat je daar in de selectie uiteindelijk op voort kunt borduren. En dan hoop je de jeugdopleiding zo goed mogelijk te hebben en zo groot en breed mogelijk. Goed, vanmiddag draait alles om de jeugd. Tevreden met wat je hier om je heen ziet? Ja, hartstikke leuk. Als je het zo om je heen hoort en je weet ook de kinderen, je hoort ze gezellig lachen, gillen, spelen. Hartstikke leuk, ja. Goed, wie ben jij? Ik ben Eliane. En jij bent wel lid van de korfbalclub? Ja. Wat vind jij van korfbal? Leuk, want je mag veel rennen, je mag naar andere soorten plaatsen toe met wedstrijden. En het is gewoon leuk om soms de bal af te pakken en in de korf te schieten. En speel jij ook al wedstrijden? Al minstens een jaar. En hoe bevalt dat? Goed. Is het niet moeilijk om zo'n bal zo'n hoge korf te krijgen of is die korf niet zo hoog? Nee, niet zo hoog. Nee. Hoe hoog is die korf, weet je? Nou, denk ik hooguit 2,5 meter of zo. Of 2 meter. En hoe lang ben jij? 1,49 of zo. Oh, dan zit je al aardig op die hoogte van die korf. Ja, een beetje. Nou, dat duurt nog wel even, denk ik.